telt het andere been af, dat je iemand niet het gevoel geeft. Oei, zo. Soms dat zweet het niet op in de vinger. Hoe meer beharing, hoe meer olie. Oké, dan klaar. Dus kun je eerst wachten. Wachten. Mijn leven kruis. Een extra wax erbij. Mag ik u eerst onthaar, meneer? Niet vragen, gewoon. Ah, wel, voilà. Oké. Intermitterend drukken wordt altijd over het gehele been toegepast. Deze handgreep wordt met beide handen omvattend uitgevoerd en begint in de lies met stevige druk. Vervolgens worden de handen naar de distaal verplaatst waar opnieuw stevige druk wordt gegeven, waarna met drukkende effleurages de handen weer naar de lies worden verplaatst. Zo wordt het gehele been boven en onderbeen afgewerkt. Dus ja, de lies, dat is natuurlijk alleen maar als het aan de voorkant ligt en zo hoog komt er nog ineens niet. Je begint gewoon zo hoog mogelijk, intermitterend drukken, dus duwen, het been tussen uw handen. En zo duwde eigenlijk eerst tot aan de knie, met druk naar boven. Dan duwen, tot een enkel, dus heb ik ook net gedaan. En dan de derde keer duwde in de voet. En terug met druk helemaal naar boven. Ja, dus daar beginnen we. Dus dan als we weer energetisch hebben gedaan? Ja, intermitterend drukken. Dat wel, ja. Let ook op uw houding. Ja, want de meeste mensen hebben de neiging om dan zo hier zo zo te staan. Zo dat je benen zo zit. En dat je zo. Ja? Lengtestrijkingen vanaf de knieholte met twee allesomvattende handen. Pinkzijde wijst naar boven. Dus dat is. Dus zie ook naar mijn handen, die staan zo. Waarom? Als ze zo staan, komt ergens terecht waar je moet komen. Of misschien wel. Ik weet dat ik in de les een Michiel gehoord. Dan moet ik er allemaal niet meer lachen. Wacht, ik zoiets. Dat is waar. Ja. Strijkingen hand over hand vanaf de knieholte over het gehele bovenbeen. Nee, adductoren worden vanaf de knieholte met één hand gestreken, pinkzijde wijst naar voren. Hetzelfde verhaal. Wat is dat adductoren? Aan en af. Adductoren. Ja. Adductoren zijn de spieren hier. Die kunnen ze goed vastpakken. Spieren aan de binnenkant, die je gebruikt, stel je voor dat je aan het paardrijden bent, om je in dat zadel te houden. Dat zijn de adductoren, de aanvoerders. Met de handwortel wordt de buitenzijde van het bovenbeen, de tractus, dat is een heel moeilijke, iliotibialis, intensief gestreken en met de vlakke hand weer terug. Dat is de darmbeen, scheenbeenstreng. Dus ik ga van hier naar hier, hier aan de zijkant. Kan gevoelig zijn. Met de handrug wordt de buitenzijde van het bovenbeen, de tractus iliotibialis, intensief gestreken met de vlakke hand weer terug. Ja, dus dat is hetzelfde. Let wel, dat er veel de mist ingaan, is dat je zelf zorgt dat dat recht staat. Dat je niet zo van die krommingen krijgt. Ik krijg een overbelasting anders waarschijnlijk op de en ik zit met een elleboog in mijn buik en dan denk ik gewoon zo duur. Parallel kneedingen van de dorsale spieren. Dat zijn de parallel. Ik had gezegd de buitenzijde ook al. Ja, maar hier kneden van de adductoren. Staat er niet meer bij? Dat staat er niet bij, nee. Hoe komt dat je er nog last van zou kunnen hebben van uw abductoren?
dokter heeft er wel eens last van. Adductoren is altijd van uw benen onder elkaar te duwen. Als je traint, dat is een oefening, hè? Ja, is dat die toe of van? Ja, die turen, maar. Ja, voilà. Ja, was je het vragen ballet of zo? Ja, heel veel oefeningen. Die turen die dat je veel dan echt met je benen. De staaf zijn ze dat die gewoon is. Ja, stijf. Nu vraag je alle boven, maar zo. Ah ja, dat is staaf. Volgens mij heeft hij niks aan de benen. Dat is aandacht. Jawel, want hier zit dat ook. Dus dezelfde locatie als Europa. Ja, dat is van typisch. Want half cirkelvormige dwarskneedingen van de adductoren. Ja. Zie, die kunnen zo vastpakken. Dan heb ik de Kevin als model weer vraag. Ik wil jullie niet in verlegenheid brengen. Nu, ja, het is en blijft altijd een kneding, maar dat heeft nu verschillende benamingen. Eigenlijk dat één noemt parallel kneding. Dus ja, wat is dat? In feite een mengeling tussen die dwarsen. Weet je nog? En dan ondertussen kneden. Dus ja, dan noemen we dat parallelkneding. Het is ook om tink een naam te geven. En deze zijn ja, cirkelvormige. Ja. Omdat je zo inderdaad zo wat meer die S erin maakt. En wat cirkeltjes maakt. Mm-hmm. Zie je het verschil? Heel subtiel, maar op zich zijn het gewoon kneding. Ja. Direct schudden van het bovenbeen. Ja. Dat loopt wel mee, dan kan het slecht van een denken. Ja, dan gaan we naar het onderdeel. Moet je dat blijven lezen? Ja, hier? Maar lees, zeg. Lengtestrijking met de duim en de vingertoppen van één hand over de Achillespees. Daarna geleid ik met de volle hand de M-gastro-nestjes-spijken. De andere hand ondersteunt de voet. Ja, ik hou deze nu zo op. Het mag ook zo. Ja. Strijkingen hand over hand vanaf de hiel. Pinkzijde wijst naar voren. Met gekruiste duimen over de Achillespees tot waar de spierbuik van de M-gastro in de nieuwtjes ging. Dat is echt in het midden. Je begint met gekruiste duimen. En je komt zo. Hij komt in het midden in de buik van de spier. Maar dat is iets van aan, hè? Ja, dat is van aan. Ja, vooral bij de fietsers. Sowieso niet doen. Dat is de gastrocnemius. Dus dat is een kuitspier. Die bestaat uit twee hoofden, omdat dat zo'n dikke spier is. Dus daar heeft hij een linker. Dat is helemaal deze. En de buik van de spier is hier niet meer. Ja, de spier. Ja. Nu, je ziet ook die spieren aan die benen, maar ik heb je dat ook gezegd voor een theorie. Je moet dat allemaal niet zo in detail kennen. Je moet gewoon het geheel weten. De kuitspier. Voilà. Het ja, maar ja. Kan omdat er, ja, maar er zit nog van alles onder. De kuitspier is een spier. Ja, en de handspier. Ja. He, omdat je ziet, he, zie je zoveel onderdelen dat er ja. Nog zijn. Ja, dus dat moeten we niet weten. Je hebt ook gezien met de massage, het is het geheel van al die spieren dat we allemaal nemen. Dus dat is oké. Okay. En met een deze, de kuit, als je die een kuitspier doet, dan hebben die eronder, want die anderen liggen er gewoon onder, ook mee gemasseerd. Ja. En voor de voorkant is dat hetzelfde verhaal. Dus,
de gekruiste duim, ik zal hem nog even voordoen. Die is dan zo en je komt recht in de buik. Zie je? En daar heb je zo dat rechter en dat linker hoofd, hè, zoals op die tekening. Wat ben je hier gewoon liggen? Duim over, duim over duim wordt de mediale zijde van de Achillespees en de mediale kop van de M. gastomenitis gestreken op dezelfde wijze de laterale zijde. Dus de mediale zijde, dat weten we anders tussen, dat is de binnenzijkant en dat is de laterale zijde, de buitenzijkant. De kuitspier kan heel gevoelig zijn. Ik denk dat mensen die kuitkrampen gemakkelijk hebben of zo. Dus met een kuit moet je altijd iets voorzichtiger dan dat je hier zou zeggen. Ja. Niet te diep dan? Niet te diep, ja. Nee, want dat kan heel gemakkelijk. Dus mensen die gemakkelijk kuitkrampen hebben, als je aan het masseren zit en je komt juist op zo'n puntje, dan schiet dat in een kramp. Dus dan moeten ze. Ja, zacht hem. Ja, als die liggen, bink ik die vast. Ah, dat is een idee. Lukt het wel. Kost dat niet? Is dat niet toevallig? Ja, moet er allemaal bij. Toen is komen. Dat noemt dat SM-massages. Dat gebeurt in de kelder. De grijze vriendenmassage. Volderke van de kelder. De grijze vriendenmassage. Ik weet niet welke volderke dat ik jullie gegeven heb. De brave. Het is een dikman. Dwarse kneedingen. Ja. Eerst dus de Achillespees. De media, juist op de tekening gezien. Ja. Die twee, ja. Dus dat is de mediale kop. Mediaal is de zijkant of de mediaal lijn. En lateraal de buiten. Die kop, de kop is deze. Zie je? Dat is de kop. En dat is ook een kop, dat is aan de laterale kop. En dat doet het lekker, lekkerste. Lekkerste deel. Die vandaag de verkeerde kant hoort. Het is. Dwarse knedingen, eerst de Achillespees met de vingerspitsen. Daarna de kuitmusculatuur met beide handen. Onderbeen optillen, optrekken van de Achillespees door de voet in dorsaal stand te bewegen. Dus dat is voorzichtig altijd toe. Dat als je weer stand voelt en heel even aanhalen en dan losen. Die Achillespees is een heel ambetante pees. Dat is een grote pees. Het minste dat je bijvoorbeeld langdurige bedrust of zoiets hebt, dan begint die echt helemaal te verkorten. Dus je moet er ook mee oppassen, die kunnen makkelijk scheuren. Je moet dat al operatief laten arrangeren. Dat is wel een verzekering. Ja, in principe. We gaan naar gewicht. Ja? Indirecte schuddingen van de kuitmusculatuur. De knie wordt gebogen. Eén hand onder de knie, de andere omvat het enkel. Ja, dat slag ik over, want dat echt te veel vind ik. Als je hem zo gaat doen. Na het schudden van de kuitmusculatuur, het gelijk schudden van zowel de kuitspieren als de voet. Ah, wel, dus dat doe je in één keer. Dat is gemakkelijk. Anders gaat het niet. Ik mensen, als je kleiner bent dan degene die daar ligt, voelt het ook vanuit de rug. Dus je doet gewoon deze, je laat dat gewoon op die bank en je schudt. Ja. En dan laat hem terug. Nee. Voorzichtig. Ja? Wat is het? Nu gaan we de voorkant. Ja, dat is het. De voorkant. Dus dan doen we het andere.